Hallo groentefans, welkom bij uw wekelijkse portie seizoensgroente. De groente van de week is knolselderij. Een volle neef van het kruidselderij dat in het Latijn de toevoeging secalinum achter zijn naam draagt, ofwel het blad lijkt op rogge. Onze knol heeft als toevoeging rapaceum dat, u hoort het al een beetje wil zeggen, de plant op een raap lijkt. Het bleekneusje van de familie heeft als toevoeging dulce en is inderdaad een stuk zoeter van smaak. Maar daarover een andere keer in het bleekselderijseizoen. De Nederlandse naam selderij stamt af van het Griekse selinon. Voor de oude Grieken was selderij zo belangrijk dat ze de Siciliaanse stad Selinunte ernaar hebben vernoemd en het wapen van de stad sierden met een selderijblad. En geschiedenis is leuk, maar laten we het over de knollen hebben. Telers noemen ze trouwens knossen. Lekker woord, hè? Maar enfin, goede knollen, of knossen dus, kunnen goed gekoeld prima maanden bewaard worden en maken daarom al heel lang deel uit van ons winterrepertoire. Maar wij zijn niet de enigen die ze graag eten. De knol is populair van Siberië tot Peru. En terecht, het is misschien wel de kruidigste groente die we hebben. In zijn eentje goed om een pan water in een geurige bouillon te veranderen. Het zou mij niks verbazen als hij binnenkort superfood wordt. Of was hij dat al een keer? Hij zit bordenvol met allerlei goeds van proteïne en kalium tot vezels en vitamines van B tot K. Een calcium-magnesium-zinkpilletje dus eigenlijk zo bij de groenteboer vandaan. Al sinds de oude Egyptenaren wordt hem allerlei heilzame werkingen toegedicht die in de loop der eeuwen varieerden van een reinigende werking op de maag, nieren en het bloed, tegen stinkerig zweet, nierstenen, hartzeer en melancholie. Is het waar? Het lijkt me een onschuldig geval, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar ik zou hem vooral eten omdat hij lekker is. Als knolselderij in de grond zit, is de verwantschap met zijn neven goed te zien. De knollen zijn boven de grond getooid met een polletje dat eruit ziet als een losse, toch jawel, een losse dunne bleekselderij met donkerder en steviger blad dan het kruid. De smaak is ook ietsje sterker dan die van gewone selderij. Als u er net wat zuiniger mee omgaat, dan kan het prima gebruikt worden als kruid. Als u een knol koopt, zit dat loof er soms nog aan. Daaraan kunt u meteen zien of de knol vers is. Slappe bladstengels zijn een veegteken. Stevige stengels duiden op een vers geoogste knol. Ze onttrekken wel kracht, dus snijd los en gebruik ze bijvoorbeeld in soep of saus. Check altijd even of een knol stevig aanvoelt. Hij moet hard zijn en een goed gewicht hebben als u hem in de hand weegt. Is die licht, dan is hij uitgedroogd of de binnenkant foos of hol met een opengebarsten kern. Hoe ouder een knol wordt, hoe meer stevigheid hij verliest, ook in smaak. Een zacht type zou ik niet meer op zichzelf verwerken, maar kan nog wel gebruikt worden om mee te trekken als smaakmaker. De schil van de knol is ook goed van smaak, maar niet lekker om zo te eten. Als u hem gaat gebruiken in bouillon of zo, borstel de knol dan ook goed schoon tussen die kriebelige hersentjes. Laat schillen en afsnijdsels meetrekken in bouillon of bijvoorbeeld kookwater van aardappelen, pasta of bonen. Ik roep maar wat. Doe de schillen in een puntzeef of knoop ze in een zakje van kaasdoek, zodat u ze niet tussen de gare pasta vandaan hoeft te vissen. Schillen gaat het makkelijkst met een dunschiller. Het grillige stuk, dat dus ook in de soep kan, hè, snijdt u eraf, zodat de kool braaf op de snijplank blijft staan. Liggen. Van oudsher verdwijnt hij vaak in baldorf en selderijsalade, maar hij is zo veelzijdiger dan dat. Eigenlijk is het enige dat je niet met hem moet doen, koken. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor zo'n beetje alle groenten. Als u hem gaar wil hebben om er bijvoorbeeld puree of crème van te maken, smoor hem dan zachtjes in een bodempje vocht van water tot kruidenbouillon of witte wijn. Of snijd de knol in mooie brunoise, nette fijne blokjes dus, en geef ze in een zware koekenpan of oven een licht geschroeid randje.
Pak hem in folie om te poffen, blancheer hem kort of paneer hem als schnitzel. Maak er een gratin van of een lasagne, een romige of een kruidige Italiaanse. Eindeloze variatie soep natuurlijk en zo voort. Smaakcombinaties. Augurk, dat zuur dat geeft hem wat extra's. Bosui, citrus ook voor het zuur. Dille, dragon, foelie, kaas, blauw of geel. Knoflook, komijn en dan vooral het zaad zou ik zeggen. Koolsoorten, kruidnagel, mosterd, mierikswortel voor het extra pit. Peterselie, selderij. Tomaat, vond het een beetje zoet, staat hem ook goed. Nootmuskaat, noten en notenolie. Salie, tijm, ze zijn allemaal gek op knolselderij. Aardappelen, linzen, quinoa, eigenlijk past alles erbij. Volgende week een nieuwe seizoensgroente. Als u in de tussentijd nou iets maakt met knolselderij, vind ik het heel erg leuk om dat te zien. Als u me tagt in uw bericht, kom ik het vanzelf tegen. Groente van de week. Smakelijk! You may move. Ik kan het niet aankijken, want dan moet je... Nee, dat begrijp ik. Knollen zoeken. Nee, we doen alsof je maakt.